Marco van Meet & Review, welkom hier op het kantoor van de Cloud Expedition. We zijn elkaar ergens online tegengekomen. Klopt. Meet & Review, even kort, wat is het? Meet & Review is een onafhankelijk platform voor meeting- en eventlocaties en diensten in de branche. Eigenlijk iedere locatie of dienst in de MICE-branche kan zich daarop profileren. En het belangrijkste is eigenlijk dat ze aan hun gasten of klanten kunnen vragen, wat vind je van mij? Ja. En dat vanuit, zonder barrière. Dus iedereen kan daar vandaag mee starten, als je wil. Ja. En wat we daarnaast zeg maar steeds meer zien, is dat je ook online een transactie wil doen vanuit zo'n platform. Ja, dus eigenlijk begonnen vanuit een review-gedachte. Ja. En vervolgens, wat je eigenlijk wel vaker ziet, ook nu ook de stap gemaakt naar transactie. Ja, Venue Search Engine. Ruim 6.500 locaties. We zijn begonnen vanuit locaties. Dus daarmee ook zeg maar de grootste locatiedatabase inmiddels. En locaties, dat is ook wel leuk. Het platform ontwikkelt zich door de input van de deelnemers. Ja. Als locaties hebben aangegeven, als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld een event-app. Zou het dan niet leuk zijn om ook dan diensten te hebben? Dat we ook daar weer ervaring over kunnen lezen. En ja. Gewoon nu we reviews hebben. Is het dan niet leuk om een soort publieksprijs te hebben? Ja. Want er eigenlijk zijn alleen marketing awards. En, Hoe leuk is het als we een onafhankelijke prijs zouden hebben? Ja, mooi. En als je kijkt naar de manier waarop mensen een review kunnen achterlaten, hoe werkt jullie systeem? We beginnen gewoon met de vragen die relevant zijn voor de review. Dus je kan een beoordeling geven over de locatie algemeen. Je kan de zaal beoordelen, de catering en als je de boeking hebt gedaan, ook het boekingsproces. Vooral managementassistenten die we in het begin hebben gevraagd van, wat zou erin moeten? Zeiden, absoluut. moeten wij ook een cijfer kunnen geven? Ja. Dan vragen we eigenlijk een kort statement, een korte algemene zin. En dan gaat het om de argumenten die onderbouwen waarom je een bepaald cijfer hebt gegeven. Het liefst willen we ook daar nog wel een argument zien wat ze zouden kunnen verbeteren. Mm-hmm. Wat gaat goed, wat kan beter? Dan leggen we vast de persoonsgegevens, dus voornaam, achternaam, e-mailaccount. Mensen moeten onze gebruiksvoorwaarden accepteren. Vaak wordt dat niet gelezen, maar geeft ons dat juridisch een heel belangrijk middel. Wat voor middel geeft dat jullie? Op het moment dat mensen teksten publiceren die wij niet willen, kunnen we de review zonder opgave van reden zeg maar, gewoon verwijderen, omdat ze dat hebben aangevinkt. En wat we zien, het commerciële belang en de daadwerkelijk onafhankelijke feedback, daar zit wat spanning. Op het moment dat we fraude bemerken, zeg maar, met de middelen die we hebben, kunnen we of namens de deelnemer of zelfstandig zeg maar, daar op ingrijpen. Ja. We zien dat vooral nu in Amerika heel veel gebeuren. Hele grote processen, maar ook hele kleine rechtszaken. Die houvast hebben we zeg maar, nu, omdat je altijd die gebruiksvoorwaarden moet accepteren voordat je verder kan. Ja. Dan heb je eigenlijk het eerste proces heb je afgerond. Dan sturen we naar het door jou opgegeven e-mailadres sturen we een mail. Dus als dat een fake Gmail-account of wat dan ook is, dan komt die mail nooit aan. En stopt dus daar zeg maar het proces. Dat is ook een belangrijke fraudedrempel die je daarmee neerlegt. Komt die wel aan, dan moet je in die mail op een link klikken. En dan is eigenlijk zeg maar de review gereed voor publicatie. Op het moment dat die gepubliceerd wordt, krijgt de reviewer van ons een bedankje. De locatie of de dienst krijgt een mail binnen. Hey, er is een review over jouw locatie of dienst geschreven. En wij krijgen een mail binnen om actieve redactie te plegen. En daar zit eigenlijk de volgende belangrijk element als het gaat om betrouwbaarheid. Je kan vrij snel zien of er een goede relatie is tussen tekst en scoren of niet. Hoogte van scoren. Daar is voor ons een tweede drempel, zeg maar. Willen we deze definitief gaan publiceren of niet? Hè? We kunnen dat met besluit, we halen het toch af. We zetten hem eventjes tijdelijk on hold en we gaan eerst contact leggen. Voordat we het dan weer gaan tonen, zeg maar, aan het publiek. Ja. Dus eigenlijk op het moment als iemand dus die bevestigingslink klikt, dan wordt hij al gepubliceerd. Ja. Dus een cadeautje voor degene die feedback geeft. Ja. Die wil toch, dat is wat wij hebben onderzocht. Dus dat mensen toch wel heel erg leuk vinden om dan ook resultaat te zien. Dus op dat moment tonen we zeg maar datgene wat iemand heeft geschreven. Maar het kan nog steeds betekenen dat we snel of wat langer tijd nemen om het vervolgens toch nog weer te verwijderen. Ja. En even,
het moment van dat jullie dus daarnaar kijken en ook dat bijvoorbeeld de eigenaar van bijvoorbeeld een locatie de antwoord op geeft. Ja. Hoe werkt zo'n proces? De eigenaar van de locatie of de dienst krijgt een mailtje binnen, althans degene die zich daarvoor heeft geregistreerd. Kan inloggen en kan op dat moment een reactie geven op de review. We adviseren ook om dat altijd snel te doen, ook al is het alleen maar god bedankt, wat leuk dat je hebt geschreven. En ze kunnen die reactie altijd nog aanpassen. En dat geldt ook voor de reviewer. Die kan altijd nog een keer zijn tekst, eventueel zoals scores, nog aanpassen. Ochtends in de file ergens naartoe. misschien een beetje minder gemotiveerd als dan wordt gevraagd van, joh, goh, wil je mij beoordelen? Geef je mogelijk een wat lager cijfer? Daar kan je dus nog op terugkomen. Ja. De datum leggen we wel vast van dat moment. Want daar houden we in ons model weer rekening mee dat je in 4 jaar tijd, zeg maar, de wegingsfactor vermindert. Dus wat ik vandaag van iets vind, zeg maar, daarvan is gewoon gebleken dat dat in de tijd ook een waarde heeft. Dus dat betekent dat als ik jou vandaag een 8 geef, over 4 jaar telt mijn 8 niet meer mee in jouw gemiddelde score. Ja. Ja. En over 2 jaar nog maar voor de helft qua wegingsfactor. Ja, ja. Dat vind ik wel mooi, want uiteindelijk ontwikkel je ook als aanbieder en is het niet helemaal eerlijk wanneer eigenlijk alle waarderingen op één hoop worden gegooid. In ieder geval, je zegt er blijkbaar uit onderzoek. In ieder geval, er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. Van eigen ervaringen. Wekelijks zeg maar maken we een blog. En dat betekent dat we gewoon artikelen verzamelen. Er wordt vooral in Amerika wordt er veel geschreven. Dan wel over online reputatiemanagement, dan wel over reviews. Maar eigenlijk is er een onderzoek vanuit Nederland, van Mullum, is eigenlijk ons uitgangspunt geweest. Mm-hmm. Om op basis daarvan ook ons betrouwbaarheidsmodel te ontwikkelen. Ja. We hebben het ook laten toetsen bij Koninklijke Horeca Nederland. Er is zeker bij restaurants op dit moment gewoon sprake van chantage. Rondom, joh, als ik geen fles wijn krijg van het huis, dan zal ik het laten horen. Ja. Daar zie je dus dat die elementen die we daar nu erin hebben zitten, zo hoog mogelijke betrouwbaarheid geven. Ja. Kijk, vanwege het commercieel belang zal je altijd fraude blijven houden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. Oftewel, het is eigenlijk sowieso goed om dat soort dingen gewoon met een gezonde wantrouwen eigenlijk te lezen. En ook gewoon jezelf een marge aan te warren. Maar hoe wordt zo'n fraude van bijvoorbeeld zo'n fles wijn chantage aangepakt? Nou ja, Koninklijke Horeca Nederland heeft zelf een aantal tips gegeven. Het belangrijkste is, ga er vooral niet op in. En de mogelijkheid moet er ook altijd zijn. Wij bieden in ons model arbitrage mogelijkheid. Als een locatie-eigenaar zegt van, goh, deze mensen hadden inderdaad op die dag een zakenlunch gereserveerd, maar ze zijn niet komen opdagen. En uiteindelijk zie ik in één keer een negatieve review. Mm-hmm. Ik kijk hier, dit is mijn boekagenda van die dag. En dat geeft ons de mogelijkheid om te zeggen, nou, we verwijderen hem gewoon. Wat je heel vaak ziet bij fraude is dat er wordt bijvoorbeeld over een aantal partijen wordt iets negatiefs geschreven. En over één is heel positief. Nou, we leggen ook onder water IP-adres vast. We weten ook het tijdstip waarop alles wordt geschreven. Vaak zit dat in een bepaalde tijdeenheid. En als er morgen een nieuwe parameter komt, die je kan gebruiken om betrouwbaarheid te vergroten, dan zullen we die gewoon toepassen. Ja, ja. Nou, wat ik mooi vind is inderdaad, hè, dat je inderdaad, hè, die score met in 4 tijd eigenlijk wordt afgeschreven. Klopt. En dat je inderdaad ook de beide partijen de kans geeft om ze nog te herbezinnen op de reactie en de score. Ja. Omdat je uiteindelijk, zeker als bijvoorbeeld een locatie bijvoorbeeld ingaat op een probleem en daarmee jouw tevredenheid groeit, dan is het ook wel niet meer logisch dat je het ook in je score kenbaar kunt maken. Het klinkt wel nog als een relatief arbeidsintensief proces. Dus in hoeverre is het schaalbaar? Kijk, bij jullie gaat het om nu alleen binnen Nederland, vermoed ik. Ja. Binnen een bepaalde branche. Maar ja, wat nou als je weet ik van een Airbnb bent en je hebt 450.000 overnachtingen per nacht. Nou, waarschijnlijk moet je dan wel een behoorlijk team hebben staan om dat ze allemaal te kunnen cureren. Dus in hoeverre is eigenlijk jullie model schaalbaar? En wat zijn eigenlijk elementen die er, op het moment als je op gaat schalen, echt erin moeten blijven? En wat zijn dingen die nu misschien nog meer worden gebruikt om gewoon eigenlijk de eigen ervaring gewoon te optimaliseren? Ja, wat wij nu ook al hanteren is dat als er een score 7 of 8, zeg maar, als het in die marge zit, daar bereidt uit dat de betrouwbaarheid ervan heel hoog is.
9 en 10 en 6 en lager, zeg maar, daar zit een vraagteken bij. Mm-hmm. Dus die krijgen een hogere prioriteit. Wij werken ook bijvoorbeeld samen met de partij als Olerie samen. Die doen ook een soort van social mention. Die halen op basis van steekwoorden, zeg maar, halen ze elementen uit tekst. En daar kan je ook, zeg maar, weer een prioriteit geven aan stukje content. Die moet nu even gelezen worden, want die technologie ontwikkelt steeds meer. Wat lastig is sarcasme. Ja, dus de schaalbaarheid, waarom kiezen we nu voor dit? Omdat we gewoon vinden dat actieve redactie heel elementair is voor de betrouwbaarheid van reviews. Mm-hmm. Dat zul je er altijd in moeten houden. Alleen je zult dat steeds meer geautomatiseerd gaan doen als het gaat over wie komt als eerste. En je kunt gewoon nadenken over mensen die een taak geeft. Dat je dan, nu hebben we binnen 24 uur, zeg maar, is alles wel bekeken. En dat wordt dan misschien binnen 48 uur, maar dan wordt de groep gewoon groter. Dus met een netwerk te werken. Ja. Kan je zeggen, joh, dit mailtje gaat naar adres A. Ja. En die doet een actieve redactie en die naar B. Ja, ja, maar kijk, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld uiteindelijk voor bijvoorbeeld een locatie. Is het dagelijkse business, dus wil je snel handelen. Ja. Voor ons misschien bijvoorbeeld voor een Airbnb-host die er misschien één keer per maand doen, is die urgentie iets minder hoog om er echt direct bovenop te zitten. Ja. En misschien kun je uiteindelijk ook misschien wel qua businessmodel iets mee. Dat zie je, dat je van voorrangspakketten kunt aanschaffen. Dat kan ook. Ja, maar ik geloof meer in de soort van algoritmes, van herleid cijfers en tekst. Ja. Die ontwikkeling houden we goed in de gaten, maar dan wordt het groter. Ja, maar wat ik wel goed vind is dat jullie de algoritmes gebruiken om bijvoorbeeld prioriteit aan te geven. Uiteindelijk het eindoordeel nog gewoon door de mens wordt gegeven. En dat zie je natuurlijk wel een zorg in die goede algoritmes, dat de algoritmes alle keuzes gaan maken. Ja. Ja. Nee, ja, het voordeel van iets later starten met dit soort platformen is natuurlijk dat je gewoon goed kan kijken van wat is er al. En dat je dat gaan, het beste van alle werelden, een beetje als je nieuwe vertrekpunt neemt. Ja. Ja. Als laatste, in ieder geval, jullie eigen organisatie. Wat is jullie verdienmodel? We zijn een netwerkorganisatie, dus er zijn 3 mensen, zeg maar, daadwerkelijk actief voor het bedrijf Rumor, wat Meeting Review als product in de markt zet. We werken daarnaast met gewoon een netwerk van allerlei samenwerkingspartners. Ook op het gebied van ICT, maar ook op het gebied van online reputatiemanagement bijvoorbeeld. Het verdienmodel is drieledig. Alle deelnemers leveren content aan. Dat vindt Google, maar ook andere zoekmachines vinden dat altijd leuk. Als er heel veel nieuwe content dagelijks verschijnt. Daarmee kan je adverteerders, zeg maar, naar je site zetten. Dus we hebben banners, zeg maar, op alle pagina's staan die geld genereren. Het tweede verdienmodel is dat we een knip maken tussen werk aan je online reputatie, wat we dus gratis neerzetten, en commercieel je voordeel benutten. Dus een boeking doen vanuit onze site of doorlinken naar je eigen website. We hebben een abonnement daarvoor of we hebben een affiliate programma waar we op aansluiten. En het derde verdienmodel, dat is eigenlijk allerlei vormen van begeleiding, waardoor we consultancy doen, we geven workshops, brengen een boekje uit. En dat zeg maar het duidelijk punt. Mooi om te zien dat hoe je het echt gewoon gedegen aanpakt. En ik verwacht dat je van daar ook gewoon uiteindelijk op lange termijn ook gewoon die kennis kunt inzetten voor ook andere Zeker. Richtingen. Ja. Ja. En San, dankjewel voor dat je even langs wilde komen. En succes en we houden contact erin. Dankjewel. Goedjes.